Dames en heren, hartstikke goedenavond. Fijn dat u kijkt naar de Huiskamer TV-show. Vanavond zit ik hier omringd in de Heuschuur in Hummelo door 30 jaar Achterhoekse rock'n'roll geschiedenis. Heel bijzonder. We zijn thuis, u weet het al, bij de man die zichzelf op een hele bijzondere manier bij u introduceert. En ik ben maar een eenvoudige. We kennen elkaar. Het is toch een soort geuzennaam geworden eigenlijk, hè? Ja, nou, zo ontstond dat, maar zo was het ook wel bedoeld. Dat was dan wel min of meer bewust. Ja. We hadden zelf pas in latere instantie in de gaten dat het zingen in Achterhoeks werd in het begin nog Nederlandstalig en één enkel Engelstalig nummer, dacht ik. Meen op Annie, vind ik geschreven. Ja. Een van de eerste nummers. Ja, hey, en als je jezelf in een kort fragment zo terugziet van ik ben maar een eenvoudige boerenlul, wat denk je dan bij jezelf? Klopt dat? Dat, die specifieke ene zin, dat klopt ja. Naadloos. Ja. Oké, okay. 30 jaar normaal, dames en heren, daar gaat het vanavond over. En Ben, die woont al hartstikke lang in het prachtige Hummel. Welkom in Hummelo City, de woonplaats van Ben Jolink. Hummelo is nog steeds een zo klein dorp dat iedereen elkaar kent. En dat was vroeger met 200 inwoners niet verwonderlijk. Maar Hummelo heeft tegenwoordig liefst 500 bewoners en is nog steeds vooral een dorp van agrariërs, ofwel boeren. En die boeren gaan vanavond in de uitzending nog een grote rol spelen. Maar Hummelo is meer dan alleen het agrarische landschap. Kunst dus, maar ook kabietschieten, traditionele dingen zoals kermis, bruiloften en natuurlijk die prachtige landelijke rust. En dat willen de oorspronkelijke bewoners van Hummelo vooral zo houden. Ja, 5 mei aanstaande is het zover. Dus over 2 weken dan viert normaal het 30-jarig jubileum in de rock'n'roll. Ik zei het in het begin, ik zit hier met 30 jaar ervaring. Alle bandleden in de Heuberg Band. Wat is dat hier? Welke ruimte? Waar zijn we hier? Bij mijn Virtus. Dan ga ik meteen aan plat praten, maar daar hou ik dan maar even vol. Het is een olle Heuberg en die is heropgebouwd, zal ik maar zeggen. En wat oorspronkelijk bedoeld is fietsenschuur. Hoe belangrijk is deze ruimte voor jou? Wat doe je hier? Alles. Voor muziek mooi in vunzig hok hem. Juist. En dat is, ja, dat is perfect. En in datzelfde vunzige hok zit ook de drummer van het eerste uur. Mooi. Jan Manschot, jij was er ook al bij in 1975. Klopt. 30 jaar geleden. Ja. In Lochem. Over 2 weken sta je weer vlak bij die plaats waar het ooit begon, hè? Legendarisch. Hè? Ja, legendarisch. En vat dat nou eens in een paar zinnen samen, Jan. Wat is er nou veranderd bij normaal? De belangrijkste veranderingen in 30 jaar. Nou, ik denk de 30 jaar muziek maken, dat het belangrijkste is wat daar nu, toen wou, tenminste ik in ieder geval was een behoorlijke beginneling. En voor de eerste keer op podium en meteen 13.000 man. Dus, maar qua techniek is het verbeterd, de mogelijkheden zijn vooruitgegaan, alles is groter geworden. Absoluut. Maar is het gevoel, zeg maar, uit het hart? Je moet het toch zelf doen. Maar ja. Het gevoel waarbij Benny en ik toen gezegd hebben, we gaan een bandje beginnen, dat was met de opkomst van de disco. 1973, waar het alle twee afschuwelijke muziek van. En dat we graag weer terug wouden naar het oude geluid van Rolling Stones. En diezelfde gevoel. Diezelfde soul, diezelfde guts is dat er nog 30 jaar later. Voel je dat nog als je weer achter de drumkit zit? Absoluut. Oh, afgelopen vrijdag. Absoluut. Ja. Ja. Nee. Ja. Okay. Ja. Neem een slok. Willem ten Horst. Met goed. Boerenzoon. Ja, boertje, zeg maar. Ja, maar ja. Als jij nou alles opnieuw zou moeten doen, hè? Je zit er ook al 30 jaar bij. Ja. Had je dan opnieuw gekozen voor de basgitaar of toch maar voor de trekker? Nou, dat maak ik me toch wel eens aan twijfel. Maar voor mij was het niet zozeer een kwestie van kiezen. Want ik werd min of meer gedwongen om gitaar te gaan spelen door een kameraad die ik had. En die zat om een basgitarist verleggen en te zeggen dat lijkt me wel wat vroeg. En ik kreeg de kans om dat op die manier te leren. En omdat ik toen bluesmuziek ging maken en die jongens verlegen zaten en mijn basgitarist, kwam het heel goed uit dat ik bij normaal terecht kwam. Want dat was bluesmuziek met country en hoempa. Ja. Dus ik kwam eigenlijk in een gespreid bedje terecht. En als je nou die keuze nog een keer zou moeten maken, opnieuw de basgitaar? Nou, dan zou ik dat nog steeds wel doen, graag zelfs. Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Ik wil hem op lief geschreven. Ja. Ferdy Olij, ja. Frederik Buntrood van Oldschuut. Wat ik me nou afvraag, waar luister jij nou thuis naar als je thuis komt van een optreden? Je hebt weer een hele avond in de rock'n'roll gezeten en dan wordt er een potje bier opengeknald, stel ik me zo voor, in Huis Jolij. Ja. Hey, en wat komt er dan uit de speakers?
Nee, dat doe ik helemaal niet. Als ik zo aan het stuur kom van een optreden, dan word ik heel langzaam en heel sloom. En dan wandel ik door het huis en zet ik televisie aan. En dan pak ik een flessen wijn. En dan ga ik een heel hard doelloos zappen tot de fles leeg is en dan ga ik naar bed. Dat doe ik. Ja. Ik ben dus voorgesteld, onbetwist leider van de band is al 30 jaar lang. Ben Jolink, wij maken een intrigerend klein portret van hem. Dit zijn ze. Dus Luna, die wordt volgende week 5. En dat is Novi, haar broertje. En dit is Noor. You act proud and I'll act prouder. 30 jaar Achterhoekse boerenrock. Dat is zeker iets om trots op te zijn. Maar Ben is tegenwoordig nog trotser op zijn kleinkinderen. Nou, dat rocker zijn, dat lap ik dan volledig aan mijn laars. Daar geef ik helemaal geen fluit om. Ik bedoel, als je het vergelijkt met het hebben van kleinkinderen, dat is hartstikke mooi. Ik heb maar één geboorte meegemaakt van Gijs, mijn zoon. En dat is met afstand de mooiste dag in je leven. En daarna meteen gevolgd door de kleinkinderen. Ik wist niet dat er zoiets moois was. En dat je ziet dan in dat belangrijk is en de rest is allemaal gelul. Ja, maar dat gelul doet Ben nog steeds met heel veel plezier. Op het moment dat ik het podium opstap, dan vind ik dat ook helemaal te gek. Maar dan ben ik eigenlijk wel helemaal iemand anders. Benny de rocker en Ben als opa. Soms beangstigend dat je haalt ook wel eens die rollen door elkaar. Als je na een optreden en veel gedronken en zo, dan is dat ook moeilijk om weer om te schakelen. Ja, dan ben je thuis. En dan... Ja, dan wil ik juist rust en gezelligheid of geborgenheid. Dan ben ik een heel ingetogen iemand. Maar ik zie dat niet als schizofreen. Ik vind het eigenlijk wel logisch dat je het moet compenseren. Ja, wat gingen we ook alweer doen? Maar dan heb ik wel vaak iets triestigs van... God, heeft me vanavond weer een partij uit staan sloven en belachelijk staan doen ze. Als ik zo naar het filmpje kijk, dan zie ik eigenlijk twee, de Benny van het podium en Ben de oppasopa, hè? Ja. Op zo'n moment dat ik dit dan weer zie, dan denk ik, dan worden jongens bezig van dat lappenkameliers. Ja, had dat nog weer iets kalmer geholpen qua tekst, ja. Ja, heb je dan spijt van later, als je dingen terugziet, dat het te dichtbij komt of zo? Ik heb binnen altijd spijt van allerlei dingen, maar ja. Al 30 jaar eigenlijk? Ja, ze vroegen me vandaag nog, als je het nu allemaal overnieuw wou doen, wat zou je dan anders doen? Ik zei, alles. Misschien op een paar dingen nog, namelijk het schrijven van Oerendhart en dat soort dingen. Daar ben je wel trots dat zou ik wel... Maar anno 2005 zijn die kleinkinderen, dat zagen we net, hartstikke belangrijk voor jou, hè? Stel je nou eens voor, even een dilemma voor de gezelligheid. Hè? Je krijgt nou een telefoon van het management. Ze zeggen, Ben, morgen een optreden, een snabbeltje waar je heel veel geld mee kunt verdienen. Terwijl jij al hebt afgesproken om met jouw kleinkinderen morgen een dag naar de dierentuin te gaan. Geert, mooi niet deur. Wat niet deur? Wat ze dan ook opbelt, wie dan ook. Nee, dus woensdag, kleinkinderdag. Kleinkinderen gaan dan door, ja. Het is een zeer grote uitzondering als ik op woensdag een afspraak maak. Dus je hebt er echt een oppasdag voor, zeg maar. Woensdag is de vaste dag. Ja. Zou je jouw kleinkinderen aanraden om de rock'n'roll in te gaan? Nee. Ik vind zelf niet dat ik een ontzettend fijn, prettig, heerlijk leven heb gehad. Door de rock'n'roll, allerlei dingen missen gewoon, toch ook wel. En die dingen, die dringt zich dan op. En dat leven, dat gun ik niet iedereen. Er zijn in ieder geval mensen die er echt goed tegen bestand zijn. Dus ik zal dat eigenlijk iedereen afrooien. Normaal bestaat 30 jaar, ter gelegenheid van dat jubileum, zitten we eigenlijk hier met de Huiskamer TV-show bij jou in je achtertuin. Toen je 30 jaar startte, had je toen het idee dat het ook gewoon 30 jaar zou duren?
Nou, ik heb in tegenstelling tot wat iedereen dacht, en dat iedereen van de band denk ik wel, absoluut niet. Iedereen zei eendags vliegen. Ik heb altijd geweten dat het niet zo was. Het punt was dat we natuurlijk elk optreden weer bevestigd werden. Dus we hadden helemaal lak aan het Hilversumse of het platen gebeuren. Elk optreden weer werden we bevestigd en werden we de tenduut geapplaudiseerd, zou ik maar zeggen. Nee, maar dat was zo'n succes. Nou, dit, het eerste optreden in Lochem toen was meteen Muziekkrant Oor, zeg maar, de specialist. Toonaangevend. Het was toonaangevend toen de tijd, zeker. En die hadden een ongelooflijk positieve commentaar op ons optreden toen. Dat vergelijkbaar met wereldbekende coryfeeën later op die dag. Dus toen zijn we lomme deur gewoon. Ja, en 30 jaar later vind je nog steeds. Ja, maar niet de aanleiding van die kritiek. Maar zelfs die kritiek in Oor, wat toch een kritisch blad was, zelfs die was nog goed. Ja. Maar dat, voor mij was altijd het directe publiek de aanleiding om te denken van hey, wat weet aan doen we, daar klopt iets van, dat is iets, zit iets goeds in. En tijdens het jubileum straks in Barchem koppel je het jubileumconcert aan een actiedag voor boeren. Ja. Omdat normaal zich toch wil inzetten, voordat we er uitgebreid over gaan praten. Ja, dat wou ik net nog zeggen. We kregen dus fanmail al snel in het begin. En tussen die fanmail zat een heleboel. Toen begon dat net namelijk in 77, 78. Toen begon net alle de wetgeving voor de boeren slechter te worden. Dus kreeg ik brieven. Gewoon af de post met de PT. Ja, waar vind je er nou van? En daar had ik me eigenlijk eerlijk gezegd nooit zo. Mijn beide opa's met boeren. Maar, en ik heb altijd op boerderij gespeeld van mijn oom en zo. Maar. Ja, op die manier had ik er nog nooit tegen aangekeken. En dan ben je vanzelf gewoon je die problematiek een beetje eigen maken. En werd het ook in de band en in vergaderingen wel besproken. Ja. En dus is het tweede. En dan gooi je dat we dus een soort woordvoerder van de boerenstandaard geworden. Is alleen maar omdat verder niemand zich ervoor interesseert. Nee. En dat is heel meteen het hoofdprobleem. Aangesneden, wat mij betreft. Nou, voordat we daar uitgebreid over door gaan praten, gaan we eerst kijken naar een filmpje bij Bens Buurman. Die is boer, varkensboer. En daarna praten we over de problemen in de boerstand. Als boer moet Benny van Til tegenwoordig een stuk meer kunnen dan vroeger. Tegenwoordig zit Benny meer achter de computer dan dat hij op het land is. Vanuit zijn eigen zenuwcentrum houdt hij het hele bedrijf nauwkeurig in de gaten. Dus hij moet nu nog 8 minuten het hele circuit even rondpompen en daarna gaat hij dus eigenlijk de oudere dieren voeren. En die kunnen echt niet wachten. Ik ga even. Ah, dat is echt goed. Ondertussen maakt Benny nog even een keer een rondje. Hij heeft een grote vleesvarkensboerderij. Hier heb ik 2150 dieren. En dat moet ook wel, want hoe hou je anders als boer het hoofd nog boven water? As you journey day by day. De groep Normaal is van oudsher nauw betrokken bij de boerenstand en dat geldt voor Ben Jolink in het bijzonder. Normaal betekent voor de boeren dat zij heel goed voor het brede publiek in beeld brengen wat de boerenstand doet en de problemen waar de boerenstand mee zit. Want je ziet heel duidelijk in zijn liedjes die hij bezingt van waar we op het platteland eigenlijk voor staan en wat we doen. Ben Jolink wordt tegenwoordig toch door velen gezien als de ambassadeur van het Nederlandse platteland. En hij leeft ook echt vanuit die gedachte van het hummeloze platteland. Dat is hem heel dierbaar. En dat vindt hij ook dat het in stand moet worden gehouden. En dat je daar een agrarische sector bij nodig hebt. En dat vindt Benny van Til zelf ook? Ja, zeker weten. Ja. Benny van Til. Buurman en boer. Als ik naar jou kijk in de film, denk van zo slecht gaat het helemaal niet in die boerenstad. Moderne ondernemer. Dat klopt. En dat zie je ook. Dat is de problematiek van de agrarische sector. Het is de agrarische sector die moet door. Je moet naar de grotere eenheden. En daar heb ik in het begin al op een bedrijf voor gekozen. En dat heeft gemaakt dat ik mijn bedrijf redelijk heb kunnen ontwikkelen. En daardoor eigenlijk een goede positie heb. Maar je ziet dat veel collega's wat dat betreft die problematiek hebben. En ik heb het eigenlijk in het filmpje ook gezegd. De reconstructie die hier over de Achterhoek gaat. En die vooral voor de intensieve veehouderij, maar voor het hele platteland op zich. Ja. Heel veel gevolgen heeft. Ja. Dat zie je terug en dat geeft eigenlijk normaal ook heel vaak weer in zijn liedjes. We maken er geen technisch verhaal van. Heel simpele vraag. Zie jij boeren om jou heen kapot gaan? Ja. Ja, je ziet gewoon dat door het niet op kunnen brengen en niet de kwaliteit hebben om ondernemerschap mee te kunnen nemen, zie je gewoon mensen daaraan kapot gaan.
Naast jou zit een andere boer uit Hummelo, mag ik toch zeggen. Hè? Of moet ik u agrariër noemen, meneer Minkhorst? Nee, noem het maar gewoon boeren. Dat spreekt mij beter aan dan agrariër. Wat voor bedrijf hebt u? Wij hebben een akkerbouwbedrijf in een vleesvarkenshouderij. Ja. Wat vind je van het feit dat Normaal zich tijdens het jubileum inzet voor de boerenstand? Dat is een perfect idee van Normaal. Niemand heeft enig idee hoe slecht het gaat in de boerenstand. Want daar stoppen er zo ontzettend veel en dat is niet van wilde. Die mensen komen in een groot gat terecht. Mensen komen in een groot gat terecht en er wordt heel veel leed veroorzaakt wat dat betreft. En, prima dat Normaal, dat Benny daar wat aan doet. Ja, het zou mooi zijn dat hij het op kan lossen. Dat zou perfect zijn, maar dat is een uitdaging. Hij begint al te lachen. Hij heeft nog 30 jaar te gaan, is straks gezegd. Nou, maar ben je ervan bewust dat je zo'n, eigenlijk zoals het hier ook weer wordt beaamd, zo'n soort ambassadeursfunctie inneemt, een spreekbuis bent? Die werd mij eigenlijk min of meer, wat ik net ook al probeerde te zeggen, opgedrongen door post, berichten, mensen die zeggen van... een paar jaar geleden, mijn vader heeft op een vreselijke manier zelfmoord gepleegd. Maar ik wil niet dat de publiciteit aangegeven wordt, dus geen naam en zo. Maar om die problemen die hem zo boven het hoofd groeiden, hij kon dat niet verwerken. Schijnende gevallen? Heel ernstig. Maar dan is er ook nog vanuit ons, ik neem aan dat met name de collega's in me mee eens zijn. Wij wonen op het platteland en zien dat boerderijen, boeren stoppen met boeren, dat is één ding. Maar ze vaak verkopen ze hun huis en haard en gaan in een nieuwbouwwoning of weet ik waar wonen. Maar in ieder geval, en daar komt dan in een van onze eerste songs, Import Westerling. Dat is een beetje generaliserend, maar dat is toch een probleem. Ja. En er komen andere mensen op te wonen en die vinden ze tegen alles. Ik zie Willem, zie ik hier instemmend knikken. Ja, nou, ik kan me nog herinneren, vroeger toen ik ongeveer een jaar of 5, 6 was, voordat ik naar de kleuterschool ging, toen was mijn vader ook nog boer op een heel klein gemengd bedrijfje met een paar koeien, een paar varkens en een paar kippen. Dat kan ik me nog herinneren, toen had hij altijd onmundig goede zin. Was de eieren aan het poetsen, wie het smerig waren, want er zat een kuttel aan. Iets wat eigenlijk helemaal niet mag natuurlijk, maar hij deed dat wel, maar hij moest wel. Maar elk ei was geld weer natuurlijk. En hij had heel goede zin, hij was aan het zingen en aan het fluiten en zo. Maar op een bepaald moment kon dat niet meer. Toen kon het niet meer uit. Toen moest ze gewoon werken op een slachterij. Vanaf dat moment was het helemaal over met die man. Die was, dat was een totaal andere persoon geworden. Dus zo heb ik dat ook wel ervaren, wat Gert net vertelde. Heb je enig idee hoe belangrijk je bent voor die boeren in Nederland? En wat voor invloed je daarop uit kunt oefenen? Weet je wat? Beantwoord die vraag niet. We gaan het eerst even bekijken met een voorbeeld. Hadden we het al over boeren gehad? Dacht ik toch wel of niet? Wie nou nog boer is in de 21ste eeuw in Nederland, die heeft lef. Dat is een keel met een kop en met kloten. Hij wordt van alle kanten bedreigd, maar toch zegt de boer hier: ik ben boer en daar ben ik trots op. En wat die westerse klootzakken van ambtenaren ook bedenken in Den Haag of in Brussel. Fuck you! Een boer is een boer en die blijft een boer en zal altijd boer zijn. En ik ben maar een eenvoudige. We kennen elkaar. Vanaf die gitaar, dat vind ik wel mooi. Ik vind het dus echt een geweldig fragment, hè? Maar jij liep net weg toen het gestart werd, het filmpje. Ja, I got carried away, man. En goed, Achterhoeks. op zo'n moment dan... Op dat moment meen ik het 100%, maar dat is buitengewoon ondiplomatieke taal. Maar ben je dan... Die denk ik weinig bereikt. Maar ben je je bewust van de macht bijna die je op die zaal hebt op dat moment? Nee, die stiltes die je laat vallen in die speech? Nee, totaal niet. Dit is puur gevoelsmatig, impulsief gebral.
Waarom nuanceer goed bedoeld, nou? dat wel. Dat is het enige wat ik er goed aan nou vind. Kapot, weet je wel. Ik bedoel... Leuk dat er zo wat input. Ja, maar ik bedoel, achterlijke klootzakken van ambtenaren. Dat is zo onsubtiel. Dat is misschien zo, hij iets net ruk aan de drukken. Ja. Maar ik bedoel ook hetzelfde. Nee, maar op dat moment... Dat neem ik niet terug. Ik meen het 100% op dat moment. De boodschap kwam wel over. Ja. En wat ook duidelijk is, dat je natuurlijk ook na 30 jaar... door die enorm volle zaal dan nog steeds echt geadoreerd wordt door die boeren. Want alles wat jij doet, of wat jij zegt, dat slikken ze voor zoete koek. Nou, die... dit komt van mezelf uit. Wat het wel betekent, is een grote betrokkenheid met het onderwerp. Dat wel. Maar is het feit dat jij dan ook op voetstuk staat voor die mensen, ook de reden dat je 30 jaar volhoudt, zeg maar, waardering en complimenten? Ik sta eerder op een voetstuk als... Een walgelijke afkorting, ik vind het al walgelijk woord, maar de afkorting nog erger. Als BN'er sta je op een voetstuk en dat betreur ik elke minuut van de dag. Maar dus op een voetstuk staan is niet iets wat ik nastreef en helemaal niet wat ik prettig vind. Dus ik vrees dat er wel iets een gedeelte van woord is, ja. Iedere band moet stoppen op zijn hoogtepunt. Meneer Jolink, onder ons gezegd en gezwegen. Nee. Maken we het 40-jarig jubileum ook nog mee? Ik zal, het enige waarom dat niet zal gebeuren is een lichamelijke handicap of een keelaandoening of een andere vorm van ziekte of zoiets. Het is gewoon doorgaan. Doorgaan. Het ligt sterfte niet. Het is iets wat zo leuk is. Waarom zou de menu schijnen? Ben, 5 mei, jubileum. Maar ook actiedag, wat kunnen die mensen verwachten als ze daar naartoe gaan? Ja, het liefst door middel van stuntwerk of wat dan ook. Waardoor de mensen met de neus op de feiten gedrukt worden. Jullie wel toevertrouwd in die 30 jaar? Nou ja, ik hoop het. Ik wil niet beloven wat ik niet wil kan maken. Jongens, allemaal hartstikke gefeliciteerd met het jubileum. Ja, namens de Huiskamer TV-show. Al die kijkers in Gelderland. En ik zou zeggen, zo nou maar gewoon wat doen, gaan we jullie gewoon goed in zijn. Ja, maar een lekker nummertje maken. Ja, maar welk nummer zou ik doen? Ja, het is kloten hier, zou dat noemen? Het is kloten hier, ja. Normaal, live in de Heuberg van Benny, het is kloten hier. Zie je zwisten om in je armen hart te zitten. Zie je zwisten hoe alleen er ik me voel. Zie je zwisten. Maar dat het smikt niet gaan meer. En dat verhaal ik steeds meer. Het is kloten hier. En ik voel me rot. Als ik nog langer zo moest leven, dan was ik binnen het joker van. Het is kloten hier. Het is kloten hier. En ik voel me rot. Als ik nog langer zo moest leven, dan was ik binnen het joker van.
de huiskamer. Ja, goedenavond. Hey, Marlies. Hij ziet er zo verhit uit altijd dat ik dacht, ik kom even die man een biertje brengen. Met het busje gekomen vanmorgen. Met het busje gekomen. Wat ga je doen nadat wij hier klaar zijn en opgeruimd hebben? Ik neem van jou gewoon het stokje, oftewel het biertje over. En zo direct gaan we pas echt een leuke uitzending maken. Hartelijk dank, dames en heren. Overroerend hart. Ik ben erg blij dat ik hier te gast mag zijn, maar Tolde. Nu begint het pas. De hele avond normaal. Fijn weekend. Straks blijven kijken. Doei. Ja.